We zijn hier in Amstelveen en we staan hier bij de reconstructie van de Amstelveenlijn. De hele Amstelveenlijn hier die is verouderd. Hij ging eigenlijk ging hier overal bovenlangs. En daar hadden we allemaal gelijkwaardige kruisingen, plus de trams. Dus vandaar dat wij drie ongelijke kruisingen bouwen. En dat allemaal om het te laten versnellen en dat dit allemaal een sneltram wordt voor de nieuwe Amstelveen. Nou, we hebben eigenlijk van begin af aan hebben meegekeken in het ontwerp. Dat was duidelijk een uitvraag naar ons toe. Wat kun je daarin betekenen? Aan de hand van de tekeningen, ontwerptekeningen van Vital hebben wij een vertaalslag gemaakt naar BIM. En op die manier hebben we de onderdelen prefab uitgewerkt, geproduceerd en hier op het werk aangeleverd. In 6 weken tijd moesten wij 200 doorgangen bouwen die net zo groot zijn als deze. Ja, dat is gewoon een hele grote uitdaging en, om dat te kunnen bouwen. En ik hou van heel snel bouwen. De tunnel hebben we in motor verdeeld, in 10 motor. Per motor hebben we alle onderdelen prefab aangeleverd. Dus alles wat we in de fabriek konden monteren, dat hebben we gedaan. Het voordeel van prefab is met name dat het een duurzame oplossing is. Je hebt geen afval op het project. Faalkosten voor de opdrachtgever worden tot een minimum beperkt. We kunnen snel leveren en de klant wordt volledig ontzorgd. Dijka geeft me zo'n plezier dat we eigenlijk ontzorgd worden met de tekeningen, het ontwerp, de afhandelingen en de just-in-time spullen leveren. En dat ook alles er is wat we nodig hebben. Het mooie van just-in-time delivery is dat het op tijd wordt aangeleverd. Precies de hoeveelheid materiaal wat men die dag ook kan verwerken. Het lijkt dat we hier heel veel ruimte hebben. Maar hebben we links en rechts van deze bouwkuip hebben wij de snelweg of de wegen lopen. Aan die kant heb ik helemaal geen ruimte. Dus de links, aan de rechterkant van mij daar heb ik een klein beetje opslag voor 6 meter breed. En dat is het. Vandaar dat we ook eigenlijk alles just-in-time geleverd willen hebben. En dat is perfect. De betrekking tot het leidingssysteem en de uitdagingen daarvan, dat was dat wij in een heel korte tijd al die leidingen moesten gaan aanbrengen. En daarom zijn we ook bij Dijk uitgekomen om dit op te pakken. Zeg maar. Het mooie vind ik dat we de opdrachtgever echt hebben kunnen helpen. Met name door de vraag van de snelle levering en ook meedenken in het ontwerptraject. Dat is heel erg goed gelukt in dit project.